Hoi, dit is Monique van Monilung. En vandaag ga ik je laten zien hoe je dit paasei maakt. En dat doe je door een plastic eitje te omloemen. Dus we gaan met de haaknaald en elastiekjes gaan we dit eitje als een soort haaktechniek zeg maar omloemen. En dan krijg je dit. En het handige is dat er natuurlijk al een lintje aan zit, dus dat je hem heel leuk zo kan ophangen. Deze heb ik bij de Xenos gekocht. En die is zo, kijk als je hem in mijn hand kijkt, zo groot zeg maar. Ik heb ook nog een kleiner eitje gekocht bij de Xenos. En die heb ik ook omloemd en die werd zo. Vind ik zelf iets minder mooi. En dat komt omdat dit eitje is zeg maar zo opgehangen met de, kijk of je dat kan zien, met de punt naar beneden. Terwijl dit eitje met de punt omhoog is opgehangen. Dus eigenlijk zo. En ja, dat geeft een mooier effect, vind ik, als je dit eromheen gaat maken. Maar goed, je kan, de boodschap is, je kan allerlei soorten eitjes van plastic, hout of wat dan ook, kan je gebruiken. Want ik ga je laten zien hoe je hem aan de, hoe heet het, afmeting kan aanpassen. Dus je hoeft ze niet per se van de Xenos te hebben. Nou ja, bij de Blokker, de Hema, weet ik veel, overal kan je ze kopen. En ik laat zo wel heel eventjes zien hoe je zo'n kleintje doet als de grote. Ik zou zeggen, laten we beginnen. Ik ga deze kleurencombinatie doen. En ik zal je zeggen hoe je daarmee moet gaan beginnen. Je hebt nodig een haaknaald en een plastic eitje. Wat we eerst gaan doen is, we gaan zeg maar de bolste, de dikste kant, of de, hoe moet je dat zeggen, de dikste omtrek, gaan we een ketting van maken van gewoon enkele elastiekjes. Dus wat je doet is, je pakt een elastiekje van je eerste kleur, die je in het midden wil. Oh, ik zal nog even zeggen, kijk, hier heb ik gedaan twee rijen paars, dan een rij groen, dan weer twee rijen van dezelfde kleur en dan de rest in nog een andere kleur. En ik ga vandaag eventjes uitproberen om één kleur in het midden, één rij in het midden, dan twee daarnaast en dan weer twee daarnaast en dan dit. Gewoon om eens even wat anders te proberen. Mocht jij het leuk vinden om wel gewoon dit te doen, dus 2, 1, 2 en dan de rest, dan doe je dat gewoon, dan maakt niks uit. Je neemt dus je eerste elastiekje en dan maak je een capband van twee ringetjes. Dus 1, 2, een achtje, twee ringetjes op je haaknaald. Dan pak je de volgende elastiekjes, deze enkele elastiekjes, die zet je op je haaknaald en je hoopt dat het lukt met mijn pleister. Anders moet ik hem er even afhalen. En je haalt hem er doorheen en dan heb je dit. En zo maak je eigenlijk een kettingje. Net zo lang tot hij helemaal om dit eitje kan. Dus we gaan eventjes verder hiermee. Dit kan je ook op je loom doen. Maar omdat je daarna toch alles op je haaknaald moet doen, doe ik het zo. En ga ik dat ook niet voordoen. Want ik hoop dat je dat weet. Dus iedere keer haal ik één elastiekje. Ik maak een gewone single chain, zeg maar, zeggen ze in het Engels. Hij moet om het eitje passen. Dus ik ga straks eens eventjes kijken hoe ver ik ben. Ik zal hem eens eventjes passen op mijn kleine eitje bijvoorbeeld. Je hebt een eitje, je zet hem hierop en zonder al te hard te trekken kijk je of die past. Nou, toevallig. Dat is echt toevallig. Pas deze precies. Want ik wil hem niet te ver uittrekken. Ik wil dat hij netjes zo zeg maar kan blijven liggen. Dus ik wil niet zo keihard trekken dat je dit hebt. Maar ik wil dat hij, en ik wil ook niet dat hij zo losjes zit. Want dat is ook niet mooi.
Maar ik wil dat die ongeveer zo ligt. Nou, voor dit kleine eitje. Je moet zorgen trouwens dat je dat, ja, dat het een beetje netjes zit. Dat de elastiekjes niet te veel gedraaid zitten. Want dan moet je het even recht doen. Dit zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En de capband erbij 16 elastiekjes. Dus je zal bij zo'n klein eitje iets van 14, 15, 16 elastiekjes nodig hebben. Want het ligt ook heel erg aan je elastiekjes. Ik ga het bij die grote voordoen. Dus ik ga nog heel eventjes verder tot ik de juiste lengte heb. Inmiddels heb ik een ketting gemaakt van 20 elastiekjes en een capband. Dus 21 elastiekjes heb ik gebruikt. En die passen precies op mijn ei. Even kijken. Als ik hier de capband even vasthoud. Ik ga dus over het dikste stuk. Leg ik hem neer. En dan zie je dat hij precies goed past. Wat je dan doet is je pakt je eitje. En als je links bent, dan hou je het stukje zonder waar je het op wil hangen aan je linkerkant. En als je rechts bent, dan hou je je eitje zo dat waar geen lusjes zit, dus waar je niet gaat ophangen, aan je rechterhand zit. Ik ben links, dus ik ga het links voordoen. Maar ik zal je straks ook laten zien hoe het er rechts uitziet. Ik heb hier mijn ketting. En wat ik doe is over het dikste stuk, ik hou hem hier even vast, leg ik deze ketting en dan zorg ik ervoor dat deze veetjes die je zo ziet aan de bovenkant, dat die precies doorlopen en dat die niet zeg maar zo draait. Dus ik wil hem precies, die veetjes, allemaal zo goed zitten. Dan heb ik hier de capband aan de andere kant en daarom doe ik het zo, want nu zie je dat de capband, die moet zo staan. En daar ga je dan op die manier met je haaknaald in. Dus dan heb je dit. Hier is de ene uiteinde van de ketting en dat is de andere uiteinde. En dan zie je, als je zo ronddraait, dat die lusjes precies recht zitten. Nou, dat is belangrijk. Dan neem je nog een elastiekje van diezelfde kleur. En die haal je door deze vier lusjes heen. En dan zet je deze weer op je haaknaald. En het makkelijkste is als je de achterste dan ook nog even eroverheen haalt, zodat je een klein knoopje hebt. Dan blijft het beste zitten. Dus nu kan je hem ook loslaten. Dit is je begin. Ik ga even controleren of mijn veetjes allemaal precies netjes zitten. Even kijken. Dit is mijn begin. Deze twee lusjes namelijk, die wil je dat die steeds zo recht zitten en niet gedraaid. Kijk, hier begint hij te draaien, maar dat komt door die capband. Dus als ik hem zo draai, dan zit hij weer goed. Dus het is gelukt. Dan nu. Gaan we de volgende rij eraan haken. En dat doen we dus doe ik met een andere kleur. De volgende twee rijen met een andere kleur. En ik zal het eerst even links voor doen. Of nee, ik doe het eerst even rechts voor. Als je rechts bent, dan heb je je eitje zo. En wat je dan doet is, je steekt je haaknaald weer in dat ene lusje. En je pakt de volgende veetje. Dat is dus het eerstvolgende veetje, dat is deze. En dan ga ik in de rechter boven lusje, daar steek ik mijn haaknaald in. Dus alleen maar in dit rechter bovenste lusje. Hieronder zit er nog één. Maar die wil ik niet, ik neem alleen de bovenste. Dan pak ik dus een kleur die ik hierna ga doen. Of als je twee keer roze doet, neem je weer roze. Die zet je op je haaknaald en dan haal je hem. Ik kan dit niet zo goed rechtsvoor doen, maar dan haalt hem hier door alle twee de lusjes heen. En je zet die er weer op. Dan kijk je naar het volgende veetje, dat is hier. En daar neem je ook weer, je houdt dit dus erop. Je steekt vanuit de binnenkant naar buiten, boven in het bovenste lusje. Je neemt weer een elastiekje en je haalt hem er
door alle drie de elastiekjes lusjes heen en je zet hem weer terug op je haaknaald. Dan volgende, weer hetzelfde. Je steekt hem hierin. Je pakt een elastiekje en je haalt het er zo doorheen en weer op je haaknaald. Dit gebeurt ook heel vaak, dat hij natuurlijk ervan afglijdt. Oh, nu glijdt hij ook nog eens van mijn haaknaald af. Nou, ik moet het toch even voordoen links. Wat je dan doet is, je zet hem gewoon weer op je ei. En dan is er niks aan de hand. Alleen moet je niet zorgen dat hij er niet van je haaknaald afgaat. Ik ga het nog een keer voordoen. Zo doe je het dus als je rechts bent. En ik ga weer even controleren of mijn dingetjes mooi recht zitten. Nou, dat is zo. Ik pak het lusje. En ik zie hier de capband. Die sla ik even over. Als je rechts bent, dan ga je hier verder. Dus dan heb je dat niet. Maar de cap, als je dat wel hebt, dan sla je de capband even over. En dan zie ik dat hier... Dat, zo liggen ze. Dus hier is het V'tje. En je steekt er vanaf de binnenkant. Vanaf deze kant steek ik er zo in het bovenste lusje. Dus niet de onderste ook. En dan pak ik een andere kleur. En ik trek hem er zo doorheen. En op mijn haaknaald. Dan neem ik het volgende lusje. Alleen het bovenste linker lusje. Dus als je links bent, neem je steeds het linker lusje. Als je rechts bent, neem je steeds het rechter boven lusje. En weer terug op mijn haaknaald. Ik pak het van binnenuit. Pak ik het bovenste lusje. En weer terug. Hij verschuift een beetje. Dus ik schuif hem terug. En de volgende. Als dit gebeurt, namelijk dat hij losgaat, pak je het eerst volgende lusje wat nog vast zit, pak je beet. Deze kan je er zo afhalen. En die zet je er weer op. Het komt een beetje door die pleister. Ik ga hem er zo toch maar afhalen, want hier heb ik niet zo goed grip. Dus ik ga zo verder, de hele ronde. Steek ik hem steeds vanuit de binnenkant in het bovenste linkerlusje als je links bent. En als je rechts bent, ben je aan deze kant bezig. Zo, en dan is het je rechterlusje. Bovenste. Zo. Begin is eigenlijk het lastigste, omdat dat ei glad is en die elastiekjes er graag van af willen. Mocht dat nou gebeuren, dus ik zal het even voordoen. Stel je voor, je hebt opeens dit. Dan breng je hem voorzichtig gewoon er weer op. Je houdt dit goed vast. Je zorgt dat hij mooi recht zit. Nou, dat kan al, want je hebt al een stukje gedaan. En je gaat verder. Even kijken met mijn volgende. Zo, ik haal even die pleister eraf. Beter zo. Zo. En eigenlijk ben je nu dus aan het haken. Wel met een bijzondere steek, namelijk je neemt alleen één lusje. En niet allebei. Wat je ook kan doen. Maar ik heb het nu eenmaal zo bedacht. Dus ik besloot het even niet te veranderen. Hup, daar gaat hij weer. Doe hem er weer op. Maar wat je dus ook goed zou kunnen doen. Of een keer zelf zou kunnen uitproberen. Is om niet door de bovenste. Maar door de bovenste en de onderste juist wel te doen. Maar om jullie niet in de war te brengen, ik ga gewoon zo verder met de bovenste. Zo gaat hij er helemaal af. Ook dat kan.
We zijn er bijna. Ik hoop dat jullie zo nog kunnen zien wat ik aan het doen ben. Als je wel eens twijfelt, hé, welk lusje moet ik hebben? Dan leg je hem weer zo neer en dan zie je, als je je aantrekt, dat hij zo moet liggen, dus dat je deze moet hebben. Er passen in ieder geval 5 volledige rondjes op dit ei. Dus voorlopig kan ik nog even verder. Kijk, hier zit ik even te twijfelen. Hoe zit dat? Dat komt omdat ik bijna daar bij het einde ben. Deze is het. Zo bij het einde is het niet zo heel erg als je per ongeluk het verkeerde lusje hebt gepakt. Want er is toch altijd één naadje wat iets minder mooi wordt. Kijk, hier ben ik bijna bij het begin. Omdat ik hier zeg maar dit lusje zo heb gedaan, ziet dit er anders uit. Maar wat ik wil is, eigenlijk wil ik door de capband heen, want die zit hieronder. Dus hier maakt niet zoveel uit wat je doet. Ik steek er gewoon helemaal doorheen, door de hele capband en door het bovenste lusje. En ik haal hem er doorheen. Zo. En nu, zeg maar, heb ik 1 ronde precies gehaakt. Zo. En wat ik net al zei, er passen 5 rondes hierop. Hele rondes. Dus dat betekent dat ik er in ieder geval nog een groene helemaal ga doen. Dus er passen er hier 2. Dan heb ik die roze in het midden. En dan heb ik hier, wil ik straks nog 2 groene. En heel misschien passen er dan nog 1 of 2 op. Maar dat gaan we zien. Als je dus zo'n kleintje hebt, dan is dat dus anders. Bijvoorbeeld bij deze, bij dit kleine. Deze is helemaal. Deze ook. Dus hier pasten zeg maar 3 hele rondjes op zonder te verminderen. En hier moet ik dan gaan verminderen en hier nog meer om tot dit puntje te komen. Ik ga je laten zien straks hoe dat moet. Maar nu kunnen we eerst nog, als je ook zo'n groot ei hebt, nog een rondje. En het tweede rondje, daar moet je even goed bij kijken. Want nu heb je netjes dat gehaakt. En nou wil je niet deze lusjes hebben, maar nu wil je juist wel die zijkant hebben. Dus nu zie je, als je zo je ei hebt, zie je hier die mooie druppelvorm zitten. En daarvan wil je dan steeds de linker bovenkant. Of als je rechts bent, zeg maar, je bent zo bezig, dan wil je de rechter bovenkant. Ik wil hier dus de linker bovenkant, maar nog wel steeds vanaf de binnenkant. En waarom wil ik dat? Want als ik dan er hier eentje doorheen haal, dan, ik zal het bij de volgende laten zien. Kijk, dan trekt hij hem zo strak en dan krijg je dit patroontje. En dat was de bedoeling. Dus ik ga verder. Hij blijft al iets beter zitten. Dus nu steeds volg je deze veetjes. En dan neem ik dus steeds de linker. En als je rechts bent, neem je steeds de rechter boven. Bovenste. Dus de linker bovenste. Mocht je nou dit moeilijk vinden, of je denkt van nou, ik zie deze veetjes, vind ik veel makkelijker om zo in te steken, kan ook. Krijg je alleen een ander patroontje. Maar dit is wat ik je laat zien, omdat dit het meest, dan zijn al je rijen hetzelfde, zeg maar, als je het zo doet. Dus het insteken is wat lastiger dan bij de eerste. Kijk, hier ligt hij. Want ik wil dat hij zo draait. Zie je? Kijk, nu kan je goed zien dat je dan dezelfde structuur krijgt. Het spijt me als dit een beetje een langzaam videootje is voor de mensen die dit al heel lang snappen. Maar ik wil graag dat
iedereen het begrijpt. Oeps, daar gaat hij weer. Zo. En straks verderop in de video, dan ga ik wel wat sneller. Maar deze eerste rondes doe ik even langzaam. Dus vanuit de binnenkant pak ik het bovenste lusje. Zo ligt het tweetje. Ik pak die bovenste vanuit de binnenkant. En altijd door alle drie de lusjes. Dat maakt het makkelijk. In één keer ook er doorheen. Soms moet je een beetje helpen om er doorheen te krijgen. Zo, bijna zijn we er. Deze hoort er in ieder geval ook nog bij. Je kan ze tellen. Dat heb ik trouwens niet gedaan. Ik kijk gewoon altijd, ben ik er al of ben ik er niet? Als je hier kijkt, dan zie je dat ik hier voor het eerst begonnen ben met die groene. En dat er hier twee zitten. Dus ik doe deze ook nog één keer. Dat maakt niet zo heel veel uit. Je mag gewoon, dat is de bedoeling dat je dat zelf even inschat. Kijk, ik denk, ik ben er nu. Ik heb dit. Ik heb deze twee rijen. En als ik eventjes kijk, dat er aan deze kant, zeg maar, schuif ik hem zo. Dat deze roze in het midden zit van het ei. Want aan deze kant wil ik dan ook nog twee van dat soort rondjes. Daar moet je nu goed op letten. Omdat je dan nu kan kijken hoeveel je hier moet minderen. Het zou kunnen, en dat ga ik denk ik doen, dat je nog één gewone rij kan doen van de volgende kleur. Mijn volgende kleur is paars, dus dat gaan we doen. Dat ga ik doen. En ik zal je laten zien hoe je dat kan zien, of er nog een hele rij bij kan. Hier liggen mijn V'tjes. Zoals je het kan zien. Dus ik pak het linker boven lusje en ik ga met een andere kleur verder. En hier ligt mijn lusje. Nu kan je alweer veel beter zien waar die V'tjes zitten. Gelukkig. Zie je? Terwijl als je hem trekt, krijg je wel hier hetzelfde patroontje. Zorg dat die roze in het midden blijft, want dan kan je zien hoeveel ruimte je nog hebt. Kijk, nu elke keer is mijn haaknaald gewoon bij het volgende lusje. Op een gegeven moment wordt het zo strak, of wordt het zo klein eigenlijk het rondje, dat je er eentje kan overslaan. En zo op die makkelijke manier gaan we het ook doen. Dus als je op een gegeven moment, stel dat jij een klein eitje hebt en daar ben je misschien dan al, en je denkt, hé, hij zit niet meer hier, maar hij zit al hier zonder dat ik nu trek. Dan sla je er eentje over. En het mooiste is dat om aan het begin te doen. Meteen ergens. Dat zal ik je straks laten zien.
Voorlopig kan dit nog steeds. Ik heb nog steeds geen ruimte over. En dat is ook wel logisch, want hier heb ik er 6 gedaan. 2, 3, 4, 5, 6. Dus er passen ook 6 hele op. Ik dacht misschien zijn het er 5, maar eigenlijk kan het heel goed met 6. Maar als jij een ander soort eitje hebt, dan heb je daar niet zoveel aan deze informatie. Dus dan moet je toch zelf kijken. Oh, kijk, nu verlies ik een steek. Ik pak de 2 op die er nog duidelijk op te pakken zijn en ik begin gewoon overnieuw. Als je eitje zeg maar deze vorm heeft, dat die hier zeg maar best wel plat is, dan zal je zien dat je straks vrij snel achter elkaar moet minderen. Terwijl hier aan de bovenkant, waar die wat steiler toe loopt, je het in wat meer rondjes moet doen. Zo. Ik ben er nu bijna. Steeds moet je dus kijken dat deze in het midden zit van het eitje. Zodat je goed kan zien hoe ver je bent. Oh, ik moet er nog 1, zie ik. Die doe ik nog even. Zo, kijk. Hier is mijn wisselpunt. Ik leg weer eventjes mijn roze ding goed neer. Ik kon hem dus nog helemaal doen. En ik denk dat er hier ook nog, die 2 groene hier, ook nog helemaal kunnen. Maar dat die andere paarse ik al wel alvast moet verminderen. Maar nu, deze ronde moeten we toch echt strakker maken, zodat die hier dicht komt. En ik ga nog een ronde paars doen. Want 1, 2, 2 en dan los, dat was mijn idee. En dan dichtmaken was mijn idee. Dus ik ga verder met paars. Dit is dus mijn 2e ronde paars. En hierin ga ik dus verminderen. Dus let op, ik sla er gewoon 1 over. In het begin nog niet, want hij zit nog hier heel gemakkelijk. Dus in het begin doe ik dat nog niet. En de 2e doe ik ook nog niet. Maar zoals je ziet, begint hij nu bij de 3e eigenlijk al een beetje daarheen te komen. De 3e doe ik ook nog. En bij de 4e sla ik er 1 over. Dus zeg maar, nu moet ik eigenlijk deze hebben. Dit is namelijk de volgende. Maar omdat ik makkelijk daarheen haal, sla ik er 1 over. En neem ik het volgende lusje. Dus ik schuif het weer even goed op mijn ei. En ik doe er weer een paar gewoon. Kijk, hier zie je het al. Ik krijg ruimte. Ik neem hem nog wel. Maar binnenkort ga ik er weer 1 overslaan. Ik moet die hebben, maar ik kan makkelijk die halen. En dat is ook wat ik ga doen. Dus ik neem niet dit lusje niet, want dat is de volgende, maar ik neem deze. Als hij er afvalt, zet hem weer goed in het midden terug. Ik trek er nu veel aan, dus nou doet hij heel vervelend. Zo.
denk dat je in deze ronde een stuk of 4 gaat overslaan. Ik ga daar nog eens 1 overslaan. Deze kan ik al wel, zou ik nog kunnen doen, maar ik sla daar nog even 1 over. Als ik goed heb geteld, is dat dan de 4e die ik oversla. En even kijken. Hier ga ik er nog 1 overslaan. Dus heb ik er 5 overgeslagen in deze ronde. Het maakt niet uit of jij nou 4 hebt gedaan of 5 of 6. Als je maar gewoon kijkt hoe het bij jou zit. Ik zie dat ik er nog 1 gewoon kan doen. Het klinkt misschien moeilijk, maar als je eenmaal bezig bent, is het echt niet zo heel moeilijk. Dit is wat ik nu heb. Mijn roze doe ik mooi netjes in het midden. Ik heb daarna 2 groene. Ik heb daarna 2 paarse. Hier begint mijn tweede paarse. En ik heb er hier 5 verminderd. Dan neem ik mijn volgende kleur. En dat is blauw. Nu ga ik vast en zeker weer een paar overslaan. Ik begin wel eerst met deze. De veetjes liggen nu zo. Dus ik moet niet deze pakken, maar deze onderste. Om hetzelfde patroontje te krijgen. Dus ik pak wel de bovenste, maar hij ligt gedraaid. Zeg maar, hij ligt gedraaid, hij ligt zo. Dus pak ik de linker bovenste. En als jij het rechts doet, pak jij de rechter bovenste. Dus daar moet je even goed bij kijken. Nu ga je het zien. Ik moet die hebben, maar ik zit al helemaal daar. Dus ik sla er weer 1 over. En ik pak de volgende. Nu ook. Ik moet die hebben, maar ik zit al helemaal daar. Dus ik pak weer de volgende. Dus dat is al mijn tweede die ik heb overgeslagen. Hier neem ik hem wel. Je moet er niet te veel achter elkaar overslaan, want dan krijg je van die gaten. Dat is ook niet mooi. Af en toe, kijk, nou zet ik hem weer even recht. Ik kijk eventjes naar de onderkant hoe dit zit. Nou, dit ziet er nog netjes uit. Ik kan er weer 1 overslaan, want ik zit al bij de volgende. Dan doe ik de volgende wel gewoon. Je moet er nooit 2 achter elkaar overslaan. Dan moet je er tussen wel 1 even doen. En dan sla je die daarna weer over. Kijk, deze kan ik overslaan. Ik doe deze nog. Dus ik sla er weer 1 over. En nu ben ik bijna... Ik zorg dat die even goed zit. Ik ben bijna rond. Ik doe deze ook nog even gewoon. En het is handig om inderdaad dit gewoon in dezelfde kleur te houden. Want nu kan je gewoon verder haken. Nu is het een kwestie van, je neemt er nog een paar en dan maak je hem dicht. Dus ik zet hem goed. Ik neem wel de eerste, want dan zit hij mooi vast. En vervolgens kijk ik, hey, die kan ik al overslaan. Ik neem de volgende, dus ik sla er 1 over. Dan kijk ik zeg maar hoe die een beetje komt te vallen. Dus dan sla ik die over. Dan neem ik deze. Zo. Dan neem ik deze wel. Anders krijg ik te veel gaten. Zo. En dan neem ik die niet, die wel. Zo. Kijken of die goed zit. Ja, nu zie je al, hij is bijna rond. Ik kan er nog 1 doen. Dus ik sla daar 1 over en ik neem deze volgende die ik zo hier zie. En dan als je dit eenmaal hebt, dus je bent eigenlijk bijna rond, dan zie je nog 1 gaatje zitten. En wat je dan doet is dat je gewoon denkt, zeg maar, hij hoeft alleen nog maar hier vast. Dan zit hij al goed.
Dus ik pak gewoon aan de overkant een willekeurig lusje. Dat mag je ook vanaf nu vanaf de buitenkant doen. Dat vind ik dan handig. Dus ik pak hem op. Breng er een elastiekje doorheen. En als je denkt dat hij goed is, dan maak je een lusje. Of dan maak je een knoopje. Kijk, ik zie... Als ik hem even goed zo doe. Ik zie hier nog een klein gaatje. Dus ik ga nog één keer hier aan de overkant. Pak ik er één. En dit is de laatste. En die haal ik er dus doorheen. Oepsie. En ik maak een knoopje. Ik trek het voorzichtig aan. En dan zie je dat die heel netjes dicht zit. Dan hoef je alleen deze nog te verstoppen. Nou, dat is niet al te moeilijk. Want het is allemaal in hetzelfde kleurtje. Je gaat erin. Vlakbij haal je je haaknaald weer uit en je trekt hier aan. En je verstopt hem hieronder. En zo kan je zien dat je hem heel mooi hebt dichtgemaakt. En dat je eitje voor de helft al klaar is. En omdat je geprobeerd hebt netjes iedere keer de linkerbovenste te nemen. Of als je rechts bent heb je steeds de rechterbovenste genomen. Heb je eenzelfde soort patroontje gecreëerd. Nou, dat is wat ik zelf mooi vind. Wat we nu gaan doen is de andere kant. Dus als je rechts bent, heb je net zo gedaan. En draai hem om. En ga je nu aan deze kant verder. En ik ben links. Ik heb net deze kant zo allemaal zitten doen. En ik draai hem om en ik ga nu... deze kant doen. Dus je gaat naar het lintje toe bewegen. Het is een stuk makkelijker nu, want je weet, hij moet zo zitten. De onderkant zit hier tegenaan. Dus nu, je kan hem er ook afhalen zelfs. Dan heb je een hook only, hoe heet het, eierdopje gemaakt. Zonder dat je het wist. Maar nu weet je dus veel beter hoe die moet zitten. Dus je doet hem er weer op. Als je het allemaal goed hebt gedaan, zit deze in het midden. En dan gaan we met groen verder aan deze kant. En dit doen we op precies dezelfde manier. En zoals je ziet, zitten mijn veetjes zo lopen ze. Dus niet die, hier zitten ook geen veetjes. Zo lopen ze. Dus ik zoek op waar mijn begin is. Dat is zeg maar het rijtje waar alles een beetje zigzaggend in elkaar overgaat. Het is het mooiste als je daar ook weer begint. Waar je capband zit, als je dat nog herkent. Hier zit mijn roze capband. Dus hier ga ik ook weer beginnen. Even kijken of ik dat kan laten zien, dat je dat kan zien. Kijk, hier zie je een beetje een rondje. En hier zie je ook groen, groen en dan begint paars opeens. Paars, paars en begint blauw opeens. Dan weet je, dit is het rijtje waar ik weer moet beginnen. En ik begin dan ook hier door allemaal te steken, zodat ik een goed... begin heb. Dus dit keer is eventjes anders. Je steekt hem nu wel door dat hele ringetje. En ik pak weer een groene. En ik trek hem er doorheen. En nu zit je weer klaar voor om te beginnen. Nu ga je steeds weer de bovenste linker pakken. Dus zo liggen mijn veetjes. Ik pak deze op. En hier haal ik er weer één doorheen. Was je nou rechts bezig, dan heb je hem hier doorheen gestoken. En dan ziet het er iets anders uit, maar dan lijkt net alsof je veetjes dan zo zitten. Is dat ook zo? Ja, dan zitten je veetjes zo en dan pak je steeds deze rechterbovenkant. Maar goed, inmiddels zou je dat dan wel moeten zien. Mijn veetjes liggen hier, dus ik pak weer de volgende. En zoals ik net al had gezegd, passen er 6 hele op waarschijnlijk. Dus kunnen sowieso deze 2 groene helemaal doen. En dan waarschijnlijk die paarse ook nog. Mijn voorstel is dat je 2 hele groene zelf gaat doen. En dat ik dan weer bij je terugkom. Dus gewoon op deze manier. Maak je deze groene helemaal zo tot hier. En dan doe je nog een hele groene tot daar. En dan stop je. Als je weer bij die capband bent voor de 2e keer met groen... Dan stop je en dan ben ik er ook weer en dan gaan we met paars verder. Ondertussen ben ik aangekomen bij weer het einde. Ik heb zeg maar 2
groene hele rijen gehaakt. Ik kan er nog eentje doen. Zo, en nu zit ik weer in het midden. Je ziet waar alles steeds een beetje verspringt. Dus nu is het tijd voor paars. En we gaan kijken of we nog één hele volledige paarse kunnen doen. Dat weet ik niet zeker. Dat is altijd een beetje afwachten. Dus we pakken een paarse. En nu liggen de veetjes zo. Dus ik kan heel gemakkelijk verder haken. Op een gegeven moment, als je gaat zien dat je eigenlijk al verder bent dan het lusje wat aan de beurt is, dat is het moment waarop je kan overslaan. Nou, ik hoef dat nog niet te doen, dus dan doe ik het ook niet. Maar je snapt dat als jij net een iets kleiner eitje hebt, of je hebt net iets grotere elastiekjes gebruikt, dan zou het zomaar kunnen dat het bij jou anders is. Daarom moet je ook zelf opletten. Nou, het begint te komen dat ik er straks één kan overslaan. Ik moet nu al een beetje inhouden. Dus wat ik ga doen is, ik ga er nu één overslaan. Dus ongeveer op iets meer dan de helft. Kijk, je kan eigenlijk niet zien dat ik er één heb overgeslagen. Daarom heb ik er ook voor gekozen om over te slaan en niet bijvoorbeeld, wat je ook zou kunnen doen, twee tegelijk erop doen. Want dan krijg je net een iets ander patroontje en dan valt het eigenlijk heel erg op dat je iets anders hebt gedaan. Je moet ook eigenlijk niet praten natuurlijk, terwijl je zit te doen. We gaan verder. En ik denk dat ik deze ook kan overslaan. Dus ik sla er hier nog één over. Heb ik in deze ronde er twee overgeslagen? Dit was mijn eerste ronde. We doen twee ronde paars. Dus ik ga hier dan weer, die sla ik over. En ik ga hier weer verder met nog een ronde. En in deze ronde zullen we zeker meer moeten overslaan. Ik denk een stuk of vier. Dus dan gaan we weer even goed kijken wanneer we zover zijn. Oh, als dit gebeurt, je weet het, je pakt de twee die nog wel goed zitten. Oh, nou zit hierop, maakt niet uit. En je gaat verder. Zo. Zo lopen de veetjes. Dus ik meet, waar ben ik? Nou, ik kan deze nog wel doen. Ik ga er nu één overslaan. Die zie je, ik ben eigenlijk al bij de volgende. Kan je dat zo zien? Ik moet die doen, maar ik ben eigenlijk al bij de volgende. Als je dit nou leuk vindt, hou dan mijn filmpjes in de gaten, want ik ga binnenkort een filmpje maken met de amigurumi voor loom, dus de lumigurumi beginsels. Ga ik uitleggen aan de hand van een klein ontwerpje voor alle mensen die het in het Engels moeilijk te volgen vinden of nog nooit hebben gedaan, een keertje willen uitproberen, want dit lijkt er natuurlijk heel erg op. Even kijken, ik ben hier en ik doe er nog eentje en dan sla ik er nog weer één over. Dus hier deze sla ik over en ik neem meteen deze, maar wel de linker bovenkant. En als je rechts bent, de rechter bovenkant.
kan er nog één overslaan, sla die ook over. Deze doe ik wel. Ik geloof dat ik er nu 3 heb overgeslagen. Zo. Nu ben ik weer bij dat rijtje wat een beetje zigzaggend gaat. Dus bij de achterkant aangekomen. Zie je, en ik heb 2 mooie rijen. het laatste kleurtje is blauw. En daar gaan we denk ik 1 ronde en dan een beetje zo dichtmaken doen. Net als hier, dat we hier hebben gedaan. Dus wat we doen is, we slaan die meteen over en ik begin meteen bij deze. De tweede doe ik wel. Dan sla ik er meteen 1 over. De volgende doe ik wel. Die daarna ook. Als je denkt de gaatjes worden te groot, dan moet je er dus niet overslaan. Kijk, nu zit het zo. Nou, die heb ik al bijna overgeslagen, deze. Dus die sla ik over. Neem ik deze. Dus je legt hem steeds zo. Je denkt, nou, er kan nog wel eentje. Die sla ik ook over, want ik ben eigenlijk al daar. Die sla ik ook over. Zo, en ik neem deze laatste. Die neem ik wel. Zo, nu heb ik dit. En nou, dan ga ik nog een heel klein rondje doen. En dan maak ik hem dicht. Dus ik neem de eerste blauwe. Ik ga gewoon verder met blauw. Of de andere kleur die je noemt. Dan sla ik er een over. Dit lusje zit nu een beetje in de weg, maar die vouw je gewoon een beetje naar de zijkant. Deze kan ik ook overslaan, dus ik neem deze. Dan neem ik wel de volgende. En sla ik er, deze sla ik over, dus ik neem deze. Dan heb ik dit. Hij is bijna dicht. Ja, ik ga deze doen. Dus dan pak ik hem, als ik hem dicht maak, pak ik hem van een andere kant. Gewoon wat het makkelijkste is. Dat maakt niet zoveel uit. En pak ik er hier. Kijken, deze zit mooi in het midden. Ik wil er eigenlijk nog eentje doen. Zie je? Dan, ik weet niet of je dat zo kan zien. Hier zit nog 1 klein gaatje. Dus ik neem deze nog. En dan maak ik een knoopje erin door de achterste eroverheen te halen. En te verstoppen. Aan de bovenkant waar je lusje zit, dit lintje zit, blijft natuurlijk altijd een beetje een gaatje over. Namelijk waar het lintje doorheen kan. Maar dat maakt het des te makkelijk om hem dicht te maken. Nou, zo is die. En dit is hem geworden. Ik hoop dat je ze leuk vond. Dit is nog de kleinere versie. Ja, je snapt dat je ze natuurlijk zo kan ophangen. Ik hoop dat je ze leuk vindt. Geef een duimpje omhoog aan de video als je het leuk vond. Want dat helpt mij heel erg. Dan word ik beter gevonden op YouTube. En ja, dat vind ik leuk natuurlijk. En graag tot de volgende keer. Dag!